Ik kreeg op mijn 15e voor het eerst verkering met een leuk meisje uit de klas. Die verkering duurde 2,5 jaar. Het was een tijd waarin we echt super verliefd op elkaar waren. We deden veel leuke dingen samen en waren elkaars beste maatjes. Maar langzaam doofde het uit. We groeiden uit elkaar en uiteindelijk zoende ze met een andere jongen. Dit heeft me ontzettend pijn gedaan. Ik ben er zeker een half jaar kapot van geweest. Ik voelde me behoorlijk belazerd. Niet alleen omdat ze vreemd was gegaan, maar ook omdat we heel intiem met elkaar zijn geweest. Als ik haar tegenkwam in het dorp, dacht ik terug aan die momenten. Inmiddels heb ik het los kunnen laten. Jongens met Lef is eigenlijk een boek die jongens helpt in hun zoektocht naar het echte man zijn. Wat is nou man zijn? Er komen zoveel dingen op je af vanuit de media, vanuit vrienden, vanuit weet ik veel wat. Maar die vertellen hoe jij man moet zijn. Nou, ik geloof dat echt man zijn begint bij het zoeken naar je hart. Naar hoe God je bedoeld heeft en wat zijn plan is met je leven. In vergelijking met het boek Zitterende Meiden hebben we dezelfde opzet. Dus de hoofdstukindeling is daarin hetzelfde. We hebben ook samen zijn we door die hoofdstukken heen gegaan. Van wat gaan we schrijven, wat willen we er kwijt, wat is het doel van het hoofdstuk. Maar we hebben natuurlijk wel onze eigen invulling eraan gegeven. Want ja, het man en vrouw zijn verschilt natuurlijk van elkaar. Dus daar zijn we wel zelf gaan schrijven. Ook hebben we input gekregen van tieners, van tienerleiders. Die eigenlijk mee hebben gedacht met het boek. En zo zijn het eigenlijk wel twee hele verschillende boeken geworden. Ja, ik denk dat dat een heel leuk onderdeel nog erbij is van het boek. De leuke cartoons die erin zitten. Dus gewoon even met een knipoog of even net iets verduidelijken van een onderwerp. Ja. Ja. Nou, ik heb wel een duidelijk plaatje wat blijkt dat dit een jongensboek is. Hij staat op pagina 15. Daar zie je Adam zeg maar tussen naakt rondlopen tussen de olifant en de giraf. En die zijn hem aan het uitlachen van hij loopt in zijn naki op safari. Daar schrijf ik dan ook over van opeens merkte Adam dat hij in zijn naki op safari was. En dat tekeningetje laat dan zien dat al die safari dieren in de bomen zitten helemaal dubbel liggen van het lachen. Nou, dus even jongenshumor denk ik van flauw. Nou, ik zie hier nu een plaatje voor me van een meisje dat heel blij is met haar nieuwe kleren. En die wil ze aan haar, haar vriendje, haar broer, laten zien. Ze van, kijk eens, ik heb vanmiddag gewinkeld en wat een geweldig kleren. En die jongen zit gewoon doodleuk voetbal te kijken, goal, ziet het hele meisje niet staan. Dus laat eventjes het verschil tussen man en vrouw zien, met een knipoog natuurlijk. Het boek is op een leuke, luchtige manier vormgegeven. Ik krijg ook van jongens terug, nou, dat is denk ik een heel groot compliment, dat hij heel makkelijk te lezen is. Over het algemeen lezen jongens minder dan meiden. Maar dat was ook ons doel. Dat het boek niet een dik, zwaar boek is om te lezen, maar een leuk boek waar ze zo doorheen kunnen. En dat is onder andere doordat er een top 10 survival tips in staat, top 10 foutste openingszinnen. Verhalen van andere tienerjongens, hoe zij door hun verkering heen zijn gegaan, hoe zij met vriendschappen om zijn gegaan, hoe zij in hun relatie met God staan. Dus zo wordt hij heel luchtig en ook herkenbaar. De rol van de Bijbel is denk ik een hele belangrijke lijn, of eigenlijk rode draad door het boek heen. Eigenlijk alle onderwerpen schrijven we op basis van de Bijbel. Dat is echt ons fundament onder het boek. We geloven ook dat God over alle dingen over alle onderwerpen hele specifieke dingen zegt. En daar zijn we ook achter gekomen. En daardoor willen we ze ook eigenlijk door het boek heen leren van, wat zegt God nou over jouw persoonlijke leven? En zo ook dat ze leren om God in hun leven te betrekken.